Goedenavond, dames en heren. Voor degenen die ik nog niet persoonlijk ontmoet heb, mijn naam is Pieter Bisschop en ik sta in voor de dagelijkse leiding voor de private banking afdeling bij de Groof Peterkam voor Vlaanderen. Dit jaar hebben wij het genoegen om onze 150ste verjaardag te vieren. En eigenlijk in heel onze bestaansgeschiedenis werden wij als bank meermaals geconfronteerd met ja, toch wel moeilijke marktsituaties. Maar ons kennende hebben we ons altijd kunnen aanpassen aan die gewijzigde omstandigheden. En ook vorig jaar... En toen de, in maart van vorig jaar de coronapandemie uitbrak, werd ons aanpassingsvermogen alsmaar weer op de proef gesteld. Dankzij, maar vooral ook met de hulp van onze moderne infrastructuur, zijn we er altijd in geslaagd om probleemloos met u in contact te blijven en om uw vermogensbelangen, het beheer van uw kapitaal, de opvolging van uw vermogen te garanderen. Weliswaar van op afstand. Maar mijn collega's en ik wij steken natuurlijk niet onder stoelen of banken dat we er enorm naar uitkijken op het moment dat we jullie opnieuw persoonlijk mogen begroeten op een van onze kantoren, tijdens onze gesprekken of tijdens een van onze evenementen. Tijdens de, de recente highlight-expertises eh, heeft onze hoofdeconoom, de heer Hans Bevers, jullie al geïnformeerd dat we in 2020 te maken kregen met een 90%-economie en dat diverse sectoren toch wel diverse klappen kregen, toch wel harde klappen kregen. En we gaan er dan ook als bank van uit dat een duurzame economisch herstel pas mogelijk zal zijn nadat het virus geneutraliseerd en nadat die lockdownmaatregelen kunnen worden stopgezet. Nu die vaccinatiecampagne effectief van start is gegaan, zien we toch wel een beetje licht aan het einde van de tunnel en worden ook de vooruitzichten, misschien ook de economische vooruitzichten voor 2021 meteen een stuk beter. Maar anderzijds die vaccinatie die loopt ook heel wat vragen op van hoe veilig, zijn, hoe veilig zijn die vaccins? Hoe veilig zijn ze voor u? Hoe veilig zijn ze voor, voor mezelf, voor onze naasten? En vooral, hoe lang gaat het nog duren voordat we ons normale leven kunnen hervatten? En door die sterke correlatie, en dus door de sterke samenhang tussen de huidige gezondheidscrisis en de economische toestand, leek het ons als bank toch wel een goed idee om een gezondheidsexpert uit te nodigen die ons kan, of hopelijk kan vertellen, wat de vooruitzichten zijn op medisch vlak. Ik heb dan ook het genoegen om vandaag de heer Pierre van Damme te mogen verwelkomen. De heer van Damme is hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is een absolute autoriteit op het vlak van infectieziekten en vaccinaties, maar vooral is hij als vooraanstaand wetenschapper nauw betrokken bij de vaccinatiecampagnes die door de overheid worden uitgerold. Tijdens dit webinar zal hij dan ook dieper ingaan op de coronaproblematiek en op de vele vragen die deze ongeziene crisis ongetwijfeld met zich meebrengt. U zelf, heeft de mogelijkheid om tijdens het interview rechtstreeks vragen te stellen in de QA-rubriek rechtsonder op uw scherm en ze via de Send to All-panelist naar ons panel te sturen. Enkel de moderator en de spreker kunnen uw vragen zien en tijdens de sessie zal hopelijk de heer Van Damme de nodige antwoorden kunnen verschaffen op jullie pertinente vragen. In afwachting daarvan kijk ik er natuurlijk wel van uit wanneer hij ons een lichte indicatie zal geven wanneer wij elkaar opnieuw fysiek kunnen ontmoeten. In afwachting daarvan wens ik jullie hartelijk te bedanken voor jullie aanwezigheid, maar vooral voor jullie vertrouwen in de Groof Peterkammers Bank, onze bank, maar ook uw bank. Geniet ervan. Dankjewel, Pieter de Bisschop. Goedenavond, ik ben Annelies van Herk en ik heet jullie ook van harte welkom op dit webinar. Over corona, de vaccins en de vaccinatiestrategie. Ik mag in gesprek gaan met professor dr. Pierre van Damme, vaccinoloog en epidemioloog. Goedenavond, meneer Van Damme. Goedenavond. Een eerste vraag voor u. Heeft u. U heeft al een lange carrière achter de rug intussen, maar heeft u het ooit al zo druk gehad uh, als het voorbije jaar? Nee, dat okay. is uh, een duidelijk verschil. Ja. Ook niet verwachten dat je op het einde van uw carrière, bij wijze van spreken, ik ben 61, uh, dat het uh, drukker is dan ooit. maar... Uh, we moeten het aankunnen. Hè? Ja, zeker. En uh, u doet dat prima. Ik praat zo uh, meteen voort met u. Maar uh, ik ga nog even mij richten tot de deelnemers aan dit uh, webinar, de mensen die thuis uh, of nog op het werk aan het volgen zijn. Want we hebben een vraag voor jullie. We hebben een poll en u ziet die vraag nu verschijnen. Uh, bent u van plan zich te laten vaccineren? Dat willen we heel graag weten van u. En u krijgt nu een aantal seconden de tijd om uw antwoord aan te klikken. Dat is ja, nee of nee. Ik twijfel nog. Dus we zijn heel benieuwd wat uh, jullie antwoorden gaan zijn. We gaan ook zo meteen dan het resultaat uh, meedelen. Um, en we gaan trouwens aan het einde ook uh, van het gesprek dezelfde pol nog eens herhalen. Kunnen we eens kijken of er daar verschuivingen in zijn of dit gesprek wat heeft teweeggebracht. Ik denk dat u nog enkele seconden de tijd heeft om de vraag te beantwoorden. Bent u van plan zich te laten vaccineren? En het resultaat is dat 70% van jullie ja zegt en dus van plan is zich te laten vaccineren. Dank jullie wel alvast voor jullie medewerking. En straks gaan we dus de vraag nog eens opnieuw doen. Professor Van Damme, vindt u dat een bevredigend antwoord, 70%? Want jullie doen daar zelf aan de Universiteit Antwerpen ook onderzoek naar. Dat cijfer ligt iets hoger daar. Het ligt ik. nu uh, met de laatste corona enquête van vorige dinsdag ligt op 84%. Uh, 70% is, is zeker niet slecht, mm. hè. ik denk, uh, wat we vooral vaststellen is dat er nog wat mensen zijn die twijfelen ja. en dat we vooral die goed moeten begrijpen waarom dat ze twijfelen, wat zijn hun vragen en daar moeten we dan ook op ingaan zoals vanavond, ja, dat ik denk dat dat heel, uh, heel positief ja. is. Ja. We gaan zoveel mogelijk informatie geven daarover. Um, ik herhaal ook nog eens één keer dat wie zelf ook nog vragen heeft, ze kan insturen aan het eind van dit uh, vraaggesprek komen die uh, in de mate van het mogelijke ook aan bod. Meneer Van Damme, laten we eens beginnen met de actuele situatie op dit moment. We zitten, eigenlijk doen we het op dit moment zo slecht niet. Hè? We, de cijfers zijn aan het dalen, zelfs de besmettingscijfers zijn mm -hmm. opnieuw lichtjes aan het dalen. En dat op een moment dat alle andere landen, alle buurlanden, heel zwaar in de coronaproblemen zitten. Heeft u daar een verklaring voor? Wel, ik denk dat we allemaal beseffen dat we de vruchten plukken van een beetje het streng beleid in december, uh, we hebben daar wat over zitten zagen misschien, mm -hmm. thuis, hè, omdat er heel wat niet kon of niet mocht. Maar het resultaat mag gezien worden. Dus ik denk ook het gedrag van de Belgen tijdens de kerstdagen was voorbeeldig, ook tijdens Oudjaar. En dat uh, heeft nu als effect dat we in januari wel eventjes een kleine stijging hebben gezien. Voor een groot stuk toch te maken met ja, de grotere mobiliteit, dat zien we ook aan de mobiliteitscijfers, maar ook natuurlijk de terugkomende reizigers, uh, dat heeft gezorgd voor een toename van infecties. Voorlopig niet te veel een toename van, van ziekenhuisopnames en van sterfgevallen. Gelukkig omdat natuurlijk dat eerder de actieve bevolking is die op reis geweest is en die terugkomt en wat virus meebrengt. En dat verspreidt zich in de bevolking. En dat zijn we nu aan het absorberen. Eigenlijk zie je dat die, die piek terug aan het afnemen is. Uh, dus ik zou zeggen: houd vasthouden. Uh, het is nog altijd het resultaat van het feit dat we goed vertrokken zijn voor de kerstperiode met een redelijk stabiele situatie. Natuurlijk komt nu die variant, die ja. variant van het Verenigd Koninkrijk. En wij vergelijken dat heel dikwijls met een soort van ja, tweede epidemie, bovenop de onderlaag, die onderstroom. Die onderstroom is de variant die we kennen sinds februari vorig jaar. En daar komt nu eigenlijk eenzelfde soort virus, maar dat zich een beetje anders gedraagt, doordat het veel sneller. Uh, aan verspreiding mis. Want ja. voor alle duidelijkheid, die onderstroom is ook nog niet onder controle. Absoluut. Hè? Dus die is ook besmettelijk, die is ja. daar ook aanwezig. En dan komt daar die bovenstroom op die nog besmettelijker is en die natuurlijk de cijfers nog sneller uh, de lucht in kan jagen en de grafieken ook kan beïnvloeden. Dus het is heel belangrijk dat wij gewoon onze klassieke maatregelen verder zetten. En dat wil vooral zeggen. Thuiswerk gaat heel belangrijk zijn, en we zijn daar nu een beetje in aan het zondigen. Als je het verkeer ziet, als je de cijfers ziet van Google Mobility. Dus daar is en zeker nog uh, verbetering mogelijk. Uh, voor de rest gaan we moeten kijken hoe dat, wat de rol van de scholen is. We zien ook dat dat niet evident is. En dan natuurlijk, ja, puur uh, ja, mondmasker dragen, afstand houden, uh, uh, handhygiëne dat gaat nog een aantal maanden heel belangrijk zijn. Vindt u dus eigenlijk, hoor ik u zeggen, we moeten de maatregelen die er nu zijn, blijven aanhouden? Of vindt u dat er toch nog strenger? Strengere maatregelen moeten komen, bijkomende. Ik denk de maatregelen die er zijn, als we ze massaal toepassen, ja? dan gaan we verder de cijfers naar beneden zien gaan. Dus je kunt natuurlijk een maatregelen hebben die niet opgevolgd worden. Ja, dan zitten we mee, met een probleem, maar dan heeft het niet onmiddellijk zin om ze te gaan verstrengen. Het is vooral handhaven wat we nu als maatregel hebben afgesproken. Dat is punt één. Punt twee, natuurlijk, en dat is hetgeen waar dat we allemaal bang voor zijn, wat is het effect van het krokusverlof? Als we dan zien dat er massaal weer 100.000 Belgen naar het buitenland trekken en kort daarop terugkomen met. Uh, de klassieke virussen, maar ook met de varianten. Ja, dan gaan we een beeld hebben zoals vorig jaar, en dan gaan we in de richting van een derde golf. En dat is niet om slecht nieuws te brengen. Dat is gewoon voorspelbaar. Daar moet je zelfs geen epidemioloog voor zijn. En vandaar dat we zeggen van: kijk, het is belangrijk om een grensbeleid te hebben. Toch. We zijn met een aantal voorstanders om de grenzen te sluiten. En ik weet dat de politiek dat niet graag hoort, omdat dat juridisch heel moeilijk is. Maar wij weten perfect dat een virus natuurlijk houdt van open grenzen. Uh, en ik vergelijk het heel dikwijls met een beeld dat wij allemaal kennen: de woonzorgcentra. Als daar een epidemie is, wat doen we? We gaan de mensen cohorteren. We gaan de zieken van de niet-zieken scheiden en op die manier ga je een epidemie kunnen beheersen. Eigenlijk moeten we in Europa net hetzelfde doen. De landen cohorteren, dat wil zeggen ja, compartimenten gaan vormen en dan hou je een virus tegen. En dat klinkt heel. Uh, sterk, maar als je dat één of twee maanden doet, ga je wel controle hebben over de transmissie. Mm -hmm. Nu, men heeft daar niet voor gekozen. Hopelijk beslist Europa toch morgen voor een zeker grensbeleid. Want je zou kunnen zeggen, als je kijkt naar Europa, Denemarken heeft het altijd voorbeeldig gedaan. Wat heeft Denemarken drie weken geleden gedaan? De grenzen gesloten in de zin van, je komt maar binnen als je negatief bent. Mm -hmm. En je zou dat perfect kunnen toepassen op een groot aantal landen. Sommigen passen dat al toe. En dan ga je ook het virus buiten houden. Je laat de mensen binnen, maar je sluit eigenlijk de grenzen voor het virus. En dat is een manier om, ja, ik zou zeggen, net een epidemie te kunnen absorberen. Dus het zou verstandiger zijn moest Europa beslissen om dat. Niet essentiële reizen gewoon ja. verbieden, want die mm -hmm. zijn ook niet nodig. En heel kritisch omgaan met de essentiële reizen, wat is echt essentieel. En daar zeggen van we gaan effectief testen, uh, PCR negatief binnenlaten, een quarantainebeleid toepassen. Dan ga je ondertussen ook je vaccinatieprogramma de kans geven om geleidelijk aan op te starten. Nu vrijdag is er weer zo'n overlegcomité, dus wie weet komt er wel iets in die zin uit dat we nog een paar dagen moeten afwachten. Nu vindt u in het algemeen dat de overheid dit goed aanpakt? Want er is ook al heel wat kritiek geweest. Hè. Het was te traag, niet transparant. Wat is uw gevoel daar ja. zelf bij? We zijn nu zoveel verder, we zijn er nog niet uit uit die crisis, maar je kunt misschien al eens een stapje achteruit zetten en eens terugkijken op, op hoe het tot nu toe geweest is. Wat ik, is uw gevoel? Ik kan heel kritisch zijn, maar ik probeer nog altijd het glas half vol te houden en niet hm. half leeg. Uh, ik denk dat wij... Elk land hè, staat voor iets dat ze nog nooit gedaan hebben, een ongelofelijke opdracht. Uh, België had het waarschijnlijk op een aantal vlakken in 2020 beter kunnen doen door, uh, ik zou zeggen, tijdig, dus sneller een aantal beslissingen te nemen. En dat is iets dat je overal terugvindt. We zijn geneigd om pas iets te doen als het probleem zich voordoet. Hè? Ja. En dat is, ik denk, politiek uh, heel vaak zo. Terwijl dat vanuit epidemiologie en vanuit preventie moet je net iets gaan doen voor het probleem zich voordoet. Ja, nu... En dat is een, 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 ja, ik zou zeggen een dualiteit die er altijd geweest ja. is. Het ja. doet mij ook denken aan kort na de zomer, 5, half augustus, eind augustus. Heel veel wetenschappers uh, die zeiden van, grijp in, want er komt een tweede golf op ons af. Is pas heel laat beslist geweest, denk ik in oktober zelfs pas, Met om opnieuw ja. een, een, lockdown te gaan, een lockdown light te gaan instellen. Stel... Stel dat we toch eind de zomer strenge maatregelen hadden ingevoerd, tijdig, en we hadden die curve echt plat kunnen slaan. Had dat een verschil gemaakt nu, denkt u? Wel, ik Want het denk is echt een we... seizoen voor virussen hè, nu. Absoluut. En we hadden waarschijnlijk toen geen tweede golf gehad. Uh, het probleem is natuurlijk dat je het ook moet volhouden, mm -hmm. zolang. Ja, en het virus je weet nooit hoe lang gaan we het moeten volhouden. Uh, maar je zou wel naar een situatie kunnen gaan dat je toch wel meer had kunnen versoepelen. Maar het is altijd een moeilijk evenwicht. Van als je meer versoepelt, ja, dan geef je het virus ook weer mm -hmm. meer mogelijkheden. En dan moet je telkens dat evenwicht gaan, gaan bijsturen. Versoepelen, is dat eigenlijk wel sowieso een, een, een optie? Zolang niet... Een heel groot deel van de bevolking beschermd is met een vaccin, is dat überhaupt een optie om te versoepelen? Dat is dat zeer moeilijk evenwicht. Van enerzijds doet iedereen enorm zijn best om de cijfers naar beneden te halen. En dat hebben we ondertussen nu ook heel duidelijke indicatoren om te zeggen van... ...kijk, vanaf zoveel infecties of zoveel hospitalisaties zitten we goed. Mm -hmm. En dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, contactberoepen kunnen terugstarten, de horeca kan terugstarten. Maar dan weet je dat dat gaat moeten opgevolgd worden. Van, vanaf het moment dat dat weer stijgt, moet je weer gaan ingrijpen. Ja. Dus dat is een zeer moeilijke taak. En uh, we hebben daar helemaal geen ervaring in. We zijn daar ook helemaal niet op voorbereid. Uh, wat we wel vastgesteld hebben, is dat ik zou zeggen de huidige regering uh, heel goed mee alles opvolgt. En ik zou zeggen, ook mee is met het verhaal van je moet eigenlijk ingrijpen voordat de situatie dramatisch wordt of alarmerend wordt. En dat verhaal wordt wel meer meegenomen vandaag. Ja, 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 ja. Natuurlijk zijn er ook lobby's, hè? dat weten wij ook, die ook druk uitoefenen hè? vanuit de evenementensector, vanuit de horecasector. Dat is heel normaal, dat is heel menselijk, want dit vraagt momenteel ongelofelijke offers in een aantal sectoren. Maar zolang dat dat virus circuleert, kunnen we ons niet veel permitteren nee, aan, aan, nee, aan precies, de versoepeling. Ja. Precies. Um, ziet u landen waar ze het goed hebben aangepakt? Want zijn er niet overal fouten gemaakt, denk ik? Absoluut. En je voelt dat de landen het heel moeilijk hebben om dat evenwicht te vinden. Duitsland heeft dat een hele tijd zeer goed gedaan, dat was voor ons een beetje zo het voorbeeldland. Ja. En nu zie je ook dat het kraakt langs alle kanten en dat die cijfers ook aan het stijgen zijn. Frankrijk net hetzelfde. Italië, Spanje heeft het een hele tijd dan wel goed gedaan. Nu beginnen de cijfers in Spanje ook ongelooflijk te stijgen. Dus het is een bijzonder moeilijk moment. Uh, ook heel moeilijk om de mensen gemotiveerd te houden, laten we eerlijk zijn. Het is een jaar bezig. Ja. Uh, dit is helemaal niet gemakkelijk om voor gezinnen, uh, voor jongeren, om dit vol te houden. Dus je moet ook gaan voelen van hoe krijg ik hier de mensen gemotiveerd om te zeggen van kijk, nog een aantal maanden. En dan zal het waarschijnlijk wel lukken. Uh, op voorwaarde dat je natuurlijk kunt vaccineren, op voorwaarde dat die vaccinatiegraad hoog genoeg is, op voorwaarde dat je voldoende vaccins hebt. Dus ook dat is een verhaal met vallen en opstaan. Dat hebben we de laatste dagen ook Zeker meegemaakt. Zeker, ook met communicatie, want mensen wordt voorgehouden dat het, allemaal, dat het er allemaal gaat zijn en worden termijnen voor opgesteld, maar de overheid moet daar vaak op terugkomen ook. Klopt, dat vraagt dus heel veel van de mensen, omdat ja. je voortdurend in zo'n yo communicatie zit. Ja. Dat hebben we in 2020 gehad met de maatregelen, met de cijfers, en nu maken we dat terug mee. Ik denk dat we absoluut kunnen verbeteren op vlak van communicatie. Ja, okay. Dat hebben we gezien in 2020, dat zien we nu ook. Dat is een beetje een agile space ja. momenteel en daar moet zeker aandacht ja. voor komen. Ja. Ja. Laten we het eens hebben over uw core business, de vaccins. U bent vaccinoloog ook. Um, er waren vooraf ook heel wat vragen binnengekomen van uh, cliënten over de soorten vaccins die er zijn. Kunt u ze nog eens even kort toelichten? Niet te veel details misschien, maar de grote lijnen. We hebben dat Pfizer-vaccin, Moderna, uh, Johnson ⁇ Johnson, AstraZeneca. Dat zijn misschien de belangrijkste die. Wij hebben besteld en bij ons zullen komen. Hoe werken ze precies? Want is... dus dat zijn inderdaad de twee grote groepen. Dus we gebruiken nu Pfizer-vaccin. Ondertussen 18 miljoen mensen in de wereld zijn daar al mee gevaccineerd. Wat is het concept van het Pfizer-vaccin? Eigenlijk ga je de leescode van het uitsteekseltje van het virus... ...bij de mens binnenbrengen. En die leescode wordt dan in onze menselijke cellen afgelezen. En ik wil meteen duidelijk maken... ...dat komt niet in contact met ons genetisch materiaal. Dat blijft buiten de celkern. Maar dat waakt wel gebruik van een aantal celelementen. En dus door het feit dat dat kan afgelezen worden door de menselijke cel... ...maken we zelf het eiwit. Maken we zelf die uitsteekseltjes. En daartegen vormen we dan antistoffen. En dus wil dat zeggen dat wij in staat zijn... ...om eigenlijk fabriekjes te worden van die S-eiwitten mm -hmm. zelf... En ons afweersysteem herkent dat als iets vreemd en gaat daar antistoffen tegen vormen. Dus dat is het hele principe van de. RNA-vaccins. Nu, mensen zeggen van oei, dat is een compleet nieuwe technologie. Ja, we zijn bezorgd hè, daarover. Terecht, want inderdaad, we hebben daar nog niet veel over gesproken, maar die technologie bestaat al meer dan 15 jaar, mm -hmm. omdat dat toegepast wordt in kankervaccins. Dus therapeutische vaccins voor bepaalde kankers zijn ook RNA-vaccins. En meer dan 8, 9 miljoen mensen zijn al behandeld met RNA-vaccins. Dus eigenlijk kennen we de effecten op dus lange termijn. Dus wij weten perfect dat dat veilige vaccins zijn. Dat zijn trouwens ja, kankerpatiënten worden van heel dichtbij opgevolgd voor hun behandeling om te kijken in welke mate dat zij inderdaad genezen. Dus mensen die dan zeggen ja, maar dat gaat auto-immuunziekte geven, dan hadden we dat al lang gezien. Met die populatie van kankerpatiënten die ondertussen al meer dan 10, 15 jaar behandeld is. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. We hebben te maken met een zeer doordachte techniek, veilige techniek, die nu ook toont dat het voor preventieve vaccins kan gebruikt worden. En men kan daar heel gemakkelijk in schakelen, want dat is ook nog eens een voordeel. Stel nu dat wij te maken hebben over een aantal jaren met een variant die niet meer gevoelig is voor de huidige vaccins, ja, die RNA-vaccins, die worden eigenlijk aangepast op drie, vier maanden tijd. Mm -hmm. En op zes maanden tijd kun je zeggen van, hebben we een nieuw getest vaccin, dat kan gebruikt worden. Dus het heeft een enorm aantal voordelen. Mm -hmm. Nu, wat veel mensen verontrust, is ook die korte tijdspannen waarin zo'n vaccin ontwikkeld is. Natuurlijk, het gaat terug op technieken die al gekend zijn, hoor ik u zeggen, maar dan nog... Stel ik me de vraag waar zit dan precies die tijdswinst? Is dat uh, procedures en formaliteiten waar de deuren veel sneller zijn opengegaan dan anders jaren duurt? Zijn het de klinische studies die sneller zijn gebeurd, sneller afgerond zijn? Of is het het al beginnen te produceren van het vaccin zelf voor er 100% zekerheid is? Waar zit die tijdswinst precies? beetje overal, en, en ik vergelijk het heel vaak met een beeld dat de mensen heel goed begrijpen. En als ik nu twee mensen vanavond zou vragen van. Uh, ja, je mag een auto maken, maar je hebt dat nog nooit gedaan. En je moet heel de handleiding gaan doornemen, en de stukken heb je niet, maar die moet je gaan bestellen. Dan gaat het waarschijnlijk een aantal jaren duren eer dat zo'n auto gemaakt is. Als je vraagt aan een veertigtal mensen van. Uh, maak eens een auto, maar die veertig hebben niks anders gedaan dan auto's maken tot hiertoe. Je vraagt een ander prototype en de handleiding kennen ze en de stukken hebben ze. en als ze de stukken niet hebben, krijgen ze die met een zekere voorrang. Mm -hmm. dan gaan ze op een jaar tijd wel zo'n nieuwe auto kunnen maken. En dat is eigenlijk met dit soort van vaccins hetzelfde. Meer dan pakweg ja, 260 uh, bedrijven, uh, onderzoeksinstellingen zijn beginnen werken rond die vaccins, zijn ook gegevens beginnen uitwisselen, wat toch zeer uniek is in een competitieve markt. Maar iedereen besefte van, ja, één vaccin gaat niet de wereld helpen. We gaan veel vaccins nodig hebben. Dus er, zijn, er is heel wat technische informatie uitgewisseld. Ondertussen krijg je op alles voorrang, of dat je nu een dossier indient, of ze komen aankloppen in een aantal onderzoekscentra, gelijk bij ons op de Universiteit Antwerpen, toen Jansen kwam aankloppen, wij willen onze fase 1 bij jullie doen, mm -hmm. hebben wij gezegd, oké, okay, we gaan ons andere onderzoek dus ook wat opzij zetten en we gaan starten Vanaf juli om die fase 1-studie te kunnen doen. Ja. Hadden we toen gezegd van ja, maar we gaan eens eerst kijken wanneer dat we die kunnen doen, dan was het eind 2021. Mm -hmm. Dus je wint op elke stap minstens een jaar. En dan inderdaad, u hebt het gezegd, ze zijn beginnen produceren voordat ze de resultaten hadden van de fase 3. Win je nog eens anderhalf jaar. Dus dan ga je een verhaal van pakweg vijf tot zeven jaar kunnen reduceren tot een verhaal van één tot anderhalf jaar. Want we hebben ook een aantal producenten die wat pech hebben. En dan zien we meteen, ja, dan verlies je gemakkelijk. Zes maanden. Je hebt een aantal producenten die goed gekozen hebben, die de juiste beslissingen genomen hebben, en dan zit je met een verhaal inderdaad van 10, 12 maanden. Mm -hmm. Wanneer de wetenschappers werken op zo'n COVID-vaccin, voorrang krijgen voor bepaalde onderdelen, zoals ik het u hoorde zeggen, en ze gaan allemaal samenwerken, informatie uitwisselen. Um, maar wat betekent dat voor de ontwikkeling van andere vaccins? Staat dat allemaal on hold nu? Er is heel veel dat on hold staat, ja. inderdaad. Hè. Er is uh, bijvoorbeeld er is een Rabies vaccin dat dezelfde technologie gebruikt in fase 3. Uh, ja, dat dossier is niet ingediend, omdat men ondertussen natuurlijk alle aandacht had voor een COVID-19-vaccin. Ja, ja, ja. uh, we zien ook het aantal studies die bijvoorbeeld nu, de klinische studies die aangevraagd worden, staat op een heel laag pitje omdat iedereen met COVID-19 vaccin bezig is. Dus het heeft inderdaad een verschuiving teweeggebracht in het wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds hebben we zoveel bijgeleerd door dit soort van samenwerking. Dat ook andere takken daar ook weer eens van gaan genieten. Ja, ja. Ook andere vaccinontwikkeling gaat daarvan genieten. Ze gaan daar ook hun voordeel mee doen. En ik denk ook niet dat er mensen aan twijfelen. Dat dit nu wel belangrijk was om uh, eerst, uh, Absoluut, ja. eerst uh, klaar te hebben. Mensen vragen of het mogelijk is of waarom het niet mogelijk is om te kiezen met welk vaccin je wordt ingeënt. Wel, ik wil daar niet op vooruitlopen, want misschien wordt dat voor een stukje mogelijk. Uh, we zien heel duidelijk dat we afhangen van de leveringen van de vaccins. Hè. De actualiteit heeft ons daar bijna ingehaald. Uh, maar dat betekent dat we blij mogen zijn dat we op een bepaald moment vaccins gaan hebben die we prioritair gaan gebruiken. Dus het is niet gezegd dat wij tegelijkertijd twee, drie vaccins gaan hebben in een vaccinatiepost of in een ziekenhuis. Dus het kan zijn dat dat zich gewoon gaat uh, opvolgen. Als dat wel het geval is, dan gaan we vooral kijken van wat zijn de karakteristieken van die vaccins. Voor Pfizer en Moderna kan ik zeggen dat zijn bijna ja, tweelingen. Alle twee RNA-vaccins, zeer vergelijkbare resultaten. Dus dat is niet zo verschillend. Maar als we kijken naar AstraZeneca of het Johnson Johnson-vaccin, dat is wel verschillend. Het zou kunnen dat we zeggen van dat is misschien meer voor de jeugd. Dat geeft betere resultaten ja, bij jongeren en misschien iets mindere werkzaamheid bij ouderen. Ja, dan heeft het ook geen zin om dat te gaan aanbieden aan ouderen. Uh, mensen die allergisch zijn voor het een, het kunnen misschien in aanmerking komen voor het andere. Dus er gaat meer een soort van medische indicatie zijn dan dit vaccin is misschien beter voor u en dit vaccin is beter voor u. De mensen laten kiezen, denk ik, is geen goed idee als we mm -hmm. proberen van zo snel mogelijk. Iedereen een aanbod ja, ja, ja. te geven. Iemand vraagt zich af welk vaccin zou u kiezen? Mocht uh, u kiezen? Ik ben al <laughs> 61 ondertussen, dus ik zou kiezen voor een messenger RNA vaccin. Waarom? Ja. Dat ik weet dat dat zeer goed geeft in die leeftijdsgroep. Uh, mensen mogen dat weten. Ik heb kanker gehad. Ik ben allergisch van aard. En dus ik zeg van kijk met al hetgeen dat ik weet rond dit vaccin is dat voor mij een zeer aanvaardbaar vaccin. Moest dat op zijn en ik krijg het aanbod van een AstraZeneca of een Johnson Johnson zou ik ook heel blij zijn met dat vaccin. Beter dan ja, gaat zou zeggen, u niet nee zeggen. de maatregelen te volgen nog gedurende tien jaar. Uh, dat zie ik niet zitten. Ja, ja. Ik hoorde deze week toch ook een beetje verontrustend nieuws. Want de vraag is, hè, uh, met al die varianten, hoe effectief gaan die vaccins zijn tegen de varianten? Ze kunnen natuurlijk altijd aangepast worden in de loop van de tijd, de vaccins. Want die Zuid-Afrikaanse variant, daar is toch sprake dat er daar toch verminderde bescherming zou zijn? Wel, inderdaad. Hè. We hebben ook nu al twee standpijn. belangrijke varianten. We hebben de, de variant van de UK, van het Verenigd Koninkrijk. We hebben de, de Zuid-Afrikaanse variant. Er is al één studie waar men in laboomstandigheden gekeken heeft van kijk, de neutraliserende antistoffen die vaccins opwekken, zijn die eigenlijk wel goed genoeg om die twee varianten te kunnen neutraliseren. Uit een eerste onderzoek blijkt dat dat zo is ook voor de Zuid-Afrikaanse variant. Nu komt er een nieuwe studie en je ziet de wetenschap blijft natuurlijk ook vooruitgaan waaruit blijkt dat dat bevestigd wordt voor de variant van het Verenigd Koninkrijk. Niet onmiddellijk voor de variant van Zuid-Afrika. We zien een vermindering van werkzaamheid, niet een complete afwezigheid van werkzaamheid, maar een vermindering van werkzaamheid. Nu is men aan het onderzoeken: van, heeft dat te maken met die variant of met het aantal antistoffen die ze getest hebben? Want de concentratie van antistoffen is ook heel belangrijk, ja. dus het zou kunnen dat die concentratie net iets te laag is om een goede werkzaamheid te hebben. Dus die proeven gaan nu herhaald worden. Ja, ja. Dus we kunnen daar niet op vooruit lopen. Het goede nieuws is dat ondertussen de Wereldgezondheidsorganisatie een platform gecreëerd heeft waar alle varianten gaan systematisch getest worden ten opzichte van de vaccins die uitgerold worden, zodanig dat we binnen een paar weken telkens het antwoord hebben want er blijven varianten komen er ja. is een Braziliaanse variant er is een Nepalese variant en je kan zeggen van ja wat is dan daar de werkzaamheid en dan moeten we snel kunnen schakelen en dat ook in door kunnen houden. Ja ja, maar dat wordt dus centraal dat uh, wordt beheerd. Dat wordt inderdaad opgevolgd. Ja ja. Er zijn landen die experimenteren, om het zo te zeggen, met maar één dosis te geven van een vaccin, waar er eigenlijk twee voorgeschreven zijn. Um, wij dachten ook dat misschien te gaan doen, maar hebben dan toch beslist: we gaan eerst afwachten wat de resultaten ja. zijn. Mm -hmm. Is daar al een indicatie of dat positief uh, geëvalueerd wordt? Wel inderdaad. Hè. Ik denk, het is een, wetenschappelijk gezien is dat een interessante piste. Zeker als je zegt, van, we willen zoveel mogelijk mensen een eerste dosis geven. En we verlaten die tweede dosis. Canada is daarmee bezig. Ja. Israël is daar voor een stukje ook mee bezig. Um, Engeland trouwens ook. Denemarken is dat aan het onderzoeken. Maar zij, in plaats van dat wetenschappelijk te onderzoeken, beginnen ze daar onmiddellijk mee. Uh, we zien toch een aantal doorbraakinfecties, dus men is daar heel voorzichtig mee. Dat wil zeggen, mensen die na één dosis, laten we zeggen een aantal weken later toch al een infectie zouden kunnen doormaken. Uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we dat verder wetenschappelijk onderzoeken. Nu, we hebben die aanvraag ondertussen gedaan via het uh, KCE in België, dus we zijn van plan van dat effectief ook uh, uit te testen. Het uitwisselbaar zijn van vaccins, want dat is ook iets dat ja. belangrijk is. Kan en je natuurlijk, één dosis ja, één van de een langer het interval, ja. Eventueel ook de dosissen aanpassen. Vooral om daar meer over te leren. Waarom? Omdat je weet van bij andere vaccins, als je ze wat verder uit elkaar geeft, hm. pak dan hepatitis A-vaccin, van hepatitis B-vaccin, dan krijg je zelfs een beter immuunantwoord. Okay. Dus de vraag is, waarom is dat hier niet onderzocht? Omdat de heel er de simpel tijd niet was, hè? voilà. Omdat de bedrijven <laughs> gezegd hebben: van kijk, we gaan er gewoon 21, 28 dagen tussen laten, ja. het dossier in. En dan kan het tenminste goedgekeurd worden en kan er gestart worden. Maar eigenlijk is het nu het moment om die intervalstudies ook te doen. Ja, ja. Voor ze echt allee, op grote schaal te gaan toepassen in de verschillende landen. Ja, dat heeft nog wat tijd nodig. Um, iets wat ook nog wat tijd nodig heeft, is denk ik de vraag of het antwoord op de vraag: in hoeverre is iemand die gevaccineerd is, kan het zelf overdragen nog? Dat weet Heel belangrijk, nog vraag. altijd niet? Hebben we nog altijd niet het antwoord van bij de mens. Maar ik zou zeggen, veelbelovend zijn de resultaten bij proefdieren. Dus men heeft makakusapen gevaccineerd. Mm -hmm. en men gaat die 28 dagen later eigenlijk blootstellen aan het virus. Ja. Ze doen dat zien... virus op, maar ze worden ja. er niet ziek. Van. En dan ga je kijken: van, hebben ze dat virus bijvoorbeeld de hoogte van de neus en de mondslijnvlies? Men gaat dat uh, kweken of men gaat dat proberen uh, te, 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 eruit te halen. En dan stelt men vast: ofwel hebben geen enkele aap, geen van die apen het virus in de, op de neuslijnvliezen, ofwel maar één dag. En dat zou dus best de werking van het vaccin ook kunnen zijn. Dus niet alleen een individuele bescherming, maar dat je de periode van besmettelijkheid tot nul dagen of misschien beperkt tot één dag. Natuurlijk moet dit nu nog bij de mens ook bevestigd worden. Dat neemt iets meer tijd, omdat je mensen niet zomaar kunt vaccineren en dan 28 dagen later gaan blootstellen aan het virus. Het dat zou ethisch kwesties. onverantwoord zijn. Nu, met de uitbraak die er uh, vandaag bekendgemaakt is in Heusden-Zolder, mm -hmm. um, is dat toch wel een idee? En we zijn nu aan het bekijken met een aantal weten. In het woonzorgcentrum. Je... Ja, in dat ja, woonzorgcentrum. Ja. Die mensen zijn pas gevaccineerd ja. zijn, die uh, net gevaccineerd op het moment dat ze blootgesteld waren. Is er toch een uitbraak kort na de vaccinatie? Zou het heel interessant zijn om te zeggen: van kijk, laten we daar inderdaad een aantal PCR-testen herhalen om te zien van wat vinden wij terug bij die gevaar? Dat gaan ze doen. Ja. Wel, we zijn dat nu aan het bespreken of ja. dat, dat mogelijk is. Maar het ah, ja. zou een heel uniek, ik zou bijna zeggen. Experiment dat er geen is, maar we zouden wel van die opportuniteit kunnen gebruikmaken om dat goed te documenteren, mm -hmm. zonder die mensen te moeten lastigvallen. Mm -hmm. De kans is trouwens groot dat ze een mildere infectie doen dan een zeer uitgesproken infectie. Ja, ja. Ook dat is belangrijk. Over die verschillende varianten. Stel je hebt het gewone coronavirus gehad. Kun je nadien sneller een variant opdoen? Of ben je, als je genoeg immuunstoffen hebt. Ben je voor die varianten net zo goed beschermd, omdat je het al hebt doorgemaakt? Wel, dat is geen garantie. Ten eerste omdat we vaststellen, en de, de mensen moeten dat ook beseffen: niet alle infectieziekten die je doormaakt, geven levenslange bescherming. Mm -hmm. Kinkhoest geeft geen levenslange bescherming. Uh, Difterie ook niet, dus dat is niet zo uitzonderlijk. COVID-19 ook niet. Dus we zien herinfecties vanaf gemiddeld, hè, ten vroegste drie maanden na het doormaken van de infectie, met dezelfde kiem. Dus met die variant wil dat zeggen dat we ook niet beschermd zijn na het doormaken van een COVID-19-infectie. Sommigen, hè, recent is het ook in de actualiteit geweest, hebben nog acht, negen maanden later nog altijd antistoffen, zijn nog altijd beschermd. Maar we zien dat dat dus effectief afneemt in de tijd. En dat is ook de reden waarom dat wij mensen die COVID-19 positief zijn ook het vaccin aanbieden, omdat het niet voorspelbaar is wanneer dat zij terugvatbaar worden. En anders moeten wij vroeg of laat een hele inhaalvaccinatieprogramma gaan opzetten. Vooral die mensen die we niet gevaccineerd hebben omdat ze COVID-19 hadden doorgemaakt. Het is veel gemakkelijker om te zeggen we bieden iedereen het want, vaccin aan. Ja, want een optie voor snel groepsimmuniteit op te bouwen, is ook zeggen, ja, iedereen die COVID-19 met zekerheid heeft doorgemaakt, die gaan we niet meteen vaccineren. Die komen pas na zes maanden in aanmerking, na de zomer. Zeg maar. Zou een optie kunnen zijn. Spanje werkt met die optie. Wat is het probleem? Dat niet iedereen op hetzelfde moment terugvatbaar wordt. En dan krijg je eigenlijk in uw samenleving ineens, ja, ik zou zeggen, groepen, clusters die vatbaar worden en die heb je niet onder controle. Dan moet je snel daar gaan vaccineren. zou het vaccineren. niet voldoende zijn voor toch die groepsimmuniteit, want daarvoor moet je geen 100% van de bevolking vaccineren. Klopt, maar die 15% die wij nu schatten, hè, van achtergrondimmuniteit als gevolg van de infectie, die brokkelt ook elke week en elke maand terug af en die wordt ja. niet onmiddellijk vervangen door nieuwe infecties, want we proberen net die infecties die, tegen te ja. houden. Dus die moeten we artificieel eigenlijk gaan opbouwen ja. met de vaccinatie, waarvan we aannemen dat die, want dat is ook een vraag natuurlijk, hoe lang gaat het vaccin werken tegenover de infectie? Ja. Wel, we hebben natuurlijk gegevens nu voor die fase 3 ongeveer van drie, vier maanden opvolging. Dat is niet lang. Maar we hebben ook gegevens van fase 1 en fase 2 studies. We mogen niet vergeten, die zijn begonnen in de zomer. Dus ondertussen hebben we daar zeven, acht maanden uh, opvolging. En dan zie je aan de kinetiek van die antistoffen dat we vertrokken zijn toch voor een verhaal van minstens een jaar. En dat Nog een gaat jaar verder, bescherming. Dat gaat verder ja. opgevolgd worden. Mm -hmm. ja. Oké, okay, dat is positief nieuws. Antwoord. En dat zijn natuurlijk, ik zou zeggen, schattingen, puur op basis van die antistoffen. Maar dat is positief nieuws, absoluut. Ja, ja. Ja, ja. Ziet u het waarschijnlijk dat we elk jaar zo'n coronavaccin zullen moeten gaan halen? We hebben dat besproken ook met het team van professor Mark van Ranst. De virologen hebben daar een aantal mathematische modellen op lo, losgegooid. En wat zien ze? Met COVID-19 verwachten we eigenlijk een belangrijke of variatie. ...ongeveer om de drie, vier, vijf jaar naar schatting. Zoals dat je bij grip ja. elk jaar ziet. Dus dat zou willen betekenen dat we om de drie, vier, vijf jaar... ...een herhalingsinenting zouden moeten hebben tegen COVID-19... ...op voorwaarde dat die nieuwe variatie even ziekmakend is. Of even dodelijk is. Stel dat die nieuwe variatie... Een mildere vorm zou zijn, dan zou je kunnen zeggen: misschien moeten we niets doen. En dat kunnen we. Dat weten we nu nog niet. Nee, nee dat nee. weten we nu nog niet. We weten alleen dat de kans erin zit dat we een belangrijke variatie hebben. Dat wil zeggen vooral rond dat uitsteeksel uh, om de drie, vier, vijf jaar. Oké. Okay. Ja. Um, er is ook wat bezorgdheid: zijn er voldoende grondstoffen om al die vaccins te kunnen produceren? Als we kijken naar de Messenger-RNA-vaccins zijn zo zuivere vaccins en zo gemakkelijk te ontwikkelen dat we daar eigenlijk geen enkel probleem gaan hebben met grondstoffen. En voor de dat is andere duidelijk. vaccins? Als we kijken naar de, bijvoorbeeld de Chinese vaccins: drie Chinese vaccins zijn puur wat men noemt geïnactiveerde vaccins. Uh -huh. Dat vraagt een veel grotere manipulatie en veel moeilijker om dat op te schalen. Men neemt dus gewoon het virus men doodt dat door licht, door uh, temperatuur of door een chemische stof. En dat wordt dan de basis eigenlijk van uw vaccin. Ja, dat is veel meer werk om dat te gaan ontwikkelen. Bon, uh, ze hebben dat schitterend gedaan tot hiertoe, maar dat opschalen naar, ik zou zeggen, miljarden vaccins, wat ze gaan kunnen doen met het RNA-vaccin, is veel moeilijker en een veel grotere uitdaging. En heb je ook veel meer grondstoffen voor nodig. Mm -hmm. maar dus met die mRNA-vaccins moet zitten dat... zitten we eigenlijk goed. Ja. Ja. Een vaccin toedienen, ja, daar heb je natuurlijk de vloeistof voor nodig, het geneesmiddel zelf, maar ook spuiten en naalden. Hebben we die? Heeft u daar zicht op? Die hebben wij in voldoende mate, dus dat is wel geruststellend. Voor de hele bevolking? Voor de hele bevolking. Er toch? zijn additionele bestellingen en er is eigenlijk een hele projectie gemaakt. Uh, we weten ook dat de ziekenhuizen voldoende capaciteit hebben qua spuiten en aden. Dat is ook een voordeel. Maar we gaan die zelfs niet moeten gebruiken, want er is voldoende uh, in voorraad momenteel om alles op te starten. Ook nog voor het tweede kwartaal waar dat we van plan zijn van nog, uh, ik zou zeggen, een. Uh, een, een bij te schakelen, omdat we weten dat we dan nog extra vaccins gaan hebben van Pfizer. Mm -hmm. Dat is die bijbestelling die erbij gekomen is. Dus eigenlijk is dat wel voorzien in alle plannen. Mm -hmm. Van Pfizer, nu we het daar toch over hebben en hun leveringen, is er toch ook wel wat nieuws vandaag? Enfin, een hele rare communicatie, een soort misverstand, hoe moet ik het noemen? Het is dus niet zo dat we minder dosissen gaan krijgen van Pfizer? Wel, we gaan tijdelijk minder dosissen krijgen, ja. maar dat is het verhaal natuurlijk van het opschalen in puurs om de wereld te kunnen voorzien van die 2 miljard vaccins in 2021. Dat is één deel van het verhaal. Ja. Ander deel van het verhaal is dat men genegocieerd heeft voor het aantal dosissen, maar niet voor het aantal flacons. Dus vanaf het moment dat Europa gezegd heeft van je kunt zes dosissen uit één flacon halen, zegt Pfizer, ja, dan moeten we minder flacons leveren. We leveren 20% want, minder, ja. ja. Want jullie krijgen toch het aantal dosissen, en het zijn de dosissen die vermeld staan in het contract. En dat is waarschijnlijk iets waar dat heel wat Europese landen zich wat in ver vergaloppeerd hebben. Oh ja. Dus we krijgen in die zin minder flacons, maar evenveel dosissen. Maar tegelijkertijd, op hetzelfde moment, krijgen we net iets minder dosissen. omwille van die opschaling. Dus dit is eigenlijk iets waar we door moeten gedurende ongeveer een periode van twee weken. Dus dat wil zeggen, toch wel eventjes gas terugnemen in het hele plan. En dat is niet alleen voor België zo, dat is voor alle Europese landen zo, om dan naar februari toe terug te kunnen bijschakelen. Wel ja, denk ik dan, maar wie zegt dat tegen februari Pfizer geen, ander, geen andere reden heeft om minder te leveren? Het lijkt... Lijkt niet, het is zo. We zijn ontzettend afhankelijk dat is zo. van die grote ja, farming. Dat is zo. We zijn afhankelijk van één bedrijf. En ik denk de meeste mensen die ik zou zeggen uh, dat van ver of van in de bedrijfswereld zitten, die weten heel goed dat dat een heel uh, kwetsbare positie is als je afhankelijk ja. bent van één leverancier. Dat is momenteel de situatie. Anderzijds mogen we heel blij zijn dat we een leverancier hebben. Herinnert u de verhalen in 2020? Zouden we in maart een vaccin hebben? Zouden we in de grote vakantie van 2021? Mm -hmm. Nu hebben we een vaccin gehad eigenlijk vanaf. Eind december, begin januari. Dus dat is goed. Maar het zal een veel elegantere situatie zijn als we verschillende spelers hebben. Vanaf het moment dat Moderna ook meer gaat leveren vanaf februari. Dat AstraZeneca of Johnson Johnson in het verhaal komt, mm -hmm. gaan we ons toch iets comfortabeler voelen om projecties te maken, om dan inderdaad aan een hogere snelheid te kunnen ja, gaan. Ja, het wordt alleen maar beter. Nu hadden we wel net vandaag gehoord dat we beter geen projecties meer maken. Maar. Um AstraZeneca, Johnson Johnson, hoe ver staan ze? Wat is de stand van zaken? Wel, AstraZeneca en Johnson Johnson, misschien kort zeggen, dat is een ander soort vaccin. Dat is dus eigenlijk een verkoudheidsvirus dat wat gemanipuleerd is. En dat wil zeggen, dat brengt dan ook dat S-eiwit tot expressie. Mm -hmm. Vanaf het moment dat wij dat in ons lichaam krijgen, herkennen we dat verkoudheidsvirus. Gaan we daar zelfs een aantal uh, antilichamen ook tegen vormen, maar ook tegen dat S eiwit dat ook tot expressie komt, gaan we ook uh, antistoffen tegen vormen. Dus het dus is een andere manier. Uh, we gaan niet zelf dat S eiwit maken. Het gebeurt via eigenlijk een soort van koeriervirus dat het ons binnenbrengt. Uh, op zich gaat uh, verwachten we eigenlijk dat AstraZeneca het dossier eind januari, begin februari beoordeeld wordt door de Europese regelgevende autoriteiten? Als dat allemaal in orde is, en ik zou zeggen een beetje het verhaal van Moderna en Pfizer: een bedrijf gaat een dossier niet indienen als het niet zo goed als zeker is dat Europa uh, dus het daarmee is nog tevreden niet is. Is het ingediend? Het is ingediend, want het is dat... een rolling review. Dat wil zeggen, telkens dat men uh, resultaten heeft, dient men in. Europa kan vragen stellen, daar moet dan geantwoord worden door het bedrijf. Dus dat is een proces van ja, effectief communicatie. Vanaf het moment dat al die vragen beantwoord zijn op een bevredigende manier, ja, dan kan Europa zeggen van nu sluiten we het af, we nemen een beslissing en dan kan uh, de Europese Commissie groen licht geven. Mm -hmm. Hopelijk is dat tegen begin februari en dan kan ook dat vaccin op de Europese markt komen. Johnson Johnson zal volgen hoogstwaarschijnlijk in april. Ah, ja. uh, dus dan, dan zijn we vertrokken, denk ik, voor toch wel een positief verhaal. Ja, zeker AstraZeneca is voor ons belangrijk, want daar hebben wij er veel van besteld. Dat klopt. De, ja. de bulk eigenlijk van de vaccins voor ons land. Ja, maar ondertussen met de bijbestelling van Pfizer is ja. eigenlijk daar... Maar die komen uh, pas heel... na de zomer, hè, daar het grootste deel van. Uh, nee, het grootste deel komt eigenlijk in het tweede kwartaal. Dus april, ah, mei, juni. Oké. Okay. Ja. Absoluut. Oké, ja, ja. Okay. ja dat, is, uh, dat is ook goed nieuws. Maar we maken geen projecties niet meer. Nee, nee, dat gaan we niet meer <laughs> doen. <laughs> maar met want intussen, zal het wel in orde want komen. intussen ja. we kunnen dat volgen op websites. Zitten er meer dan 100.000, bijna 150.000 vaccins in de vriezer. En u hadden we toch gehoord dat er geen enkel vaccin ongebruikt in de vriezer zou liggen. Maar daar is wel een reden voor. Um, kunt u dus uitleggen waarom dat die daar toch. Inzitten. Klopt, ja. ja. Dus uh, we hebben eigenlijk wat gas moeten geven... ...en tegelijkertijd op de rem moeten staan. Dat is, dat is heel vervelend. Maar enerzijds zeggen we van... ...kijk, uh, we krijgen garanties van de leveringen... ...en dus mogen we al die vaccins gebruiken als eerste dosis. Vanaf het moment dat je voelt van... ...die garanties die zijn niet meer 100%, zoals we de laatste dagen gehoord hebben... ...ja, dan gaan de vaccins die je eigenlijk in de diepvries hebt steken... Ja, die gaan je houden voor de mensen waar je al bij gestart ja, bent. Voor de tweede. Want je dosis, wilt zeker je, zijn dat je binnen ja. die 21 dagen, misschien iets okay. langer, die tweede dosis kunt geven. Je wilt ze ook niet in de kou laten. We hm. hebben gekozen voor een tweedosischema, niet voor een uitgestelde tweede dosis, zoals andere landen doen. En dus zeggen we van, oké, okay, we gaan die garantie aan de mensen geven door die vaccins te houden. Dat neemt niet weg dat we ondertussen het personeel van de woonzorgcentra ook meenemen in het hele verhaal. En toch een aantal ziekenhuizen ja. ook, omdat we toch hebben uitgerekend van we gaan niet alles in de diepvries houden, we gaan met mondjesmaat toch ook al uh, de ziekenhuizen voorzien van ja. vaccins. Was het toch niet verstandiger geweest om het medisch personeel en zorgpersoneel eerst te vaccineren? Daarna pas de bewoners van de woonzorgcentra. Wel ik begrijp die vraag heel goed en, en zeker omdat we weten van, kijk, dat is onze frontlinie in de ziekenhuizen. Maar we weten tegelijkertijd en we zien trouwens ook hoe broos en fragiel die woonzorgcentra zijn. Er zijn terug epidemieën in de woonzorgcentra, wat betekent dat een enorme zware ziektelast. Ook risico op overlijden. Maar laten we zeggen, vooral een zware ziektelast. Want die mensen komen vroeg of laat in het ziekenhuis terecht, blijven lang in het ziekenhuis, komen op intensieve zorgen terecht, blijven lang op intensieve zorgen. En wat is het gevolg voor de hele samenleving? Dat heel de non-COVID-zorg. ...daardoor eigenlijk wordt achteruitgesteld. En daar lijden we allemaal onder. Mm -hmm. Als een kankertherapie niet kan doorgaan... ...omwille net van zoveel ziektelast die veroorzaakt wordt... ...door die woonzorgcentra residenten... ...en ik ga ze niet met de vinger wijzen... ...maar dat is de realiteit, dat is een heel kwetsbare populatie. Je zit ook in een collectiviteit. Dat wil zeggen, het, het virus circuleert dat heel, heel gemakkelijk. Mm -hmm. Dus je moet eigenlijk net waar het brand gaan vaccineren. En dus we zijn eigenlijk gaan kijken van waar is de incidentie het grootst? In de woonzorgcentra, bij het personeel van de woonzorgcentra. Dus die komen prioritair. Want eenmaal dat je dat volledig hebt, ja, ik zou bijna zeggen beschermd, ja, dan kan uw aandacht gaan naar de rest van de samenleving. Mm -hmm. Als we eerst waren begonnen met de, ik zou zeggen, de mensen van het personeel van intensieve of spoed, ja, en je ziet nog altijd met die waar Ze blijven ja, komen, naar school. En dan blijven ze ja. komen, en dan kan je wel <laughs> zeggen van, ja, ik voel mij nu wat veiliger, ja. omdat ik gevaccineerd ben. Maar je gaat evenveel risico ja. hebben op burn-out. Waarom? Omdat je een derde golf gaat binnenhalen mm -hmm. vanuit die woonzorgcentra. En dat wilden we zeker proberen tegen te houden. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk ook een wetloop tegen de tijd. Ja. Omdat we weten van het virus is niet weg, is in onze samenleving. We moeten de maatregelen volgen, maar tegelijkertijd willen we de schade beperken door maximaal daar te gaan vaccineren. Mm -hmm. Laten we eens wat verder kijken in uh, de tijd. Um, het is denk ik niet de vraag. Maar verbeter mij? Not if, but when, dat er ooit nog eens zo'n pandemie zal uitbreken. Hebben we dan zaken nu geleerd die we kunnen toepassen? Zou, gaan we het dan anders aanpakken? Uh, ik denk dat we vooral nu het signaal gegeven hebben naar het beleid toe. Investeer in preventie, investeer in uh, preparedness, dus dat we voorbereid zijn. Dat wil zeggen surveillance. Surveillance niet alleen in België of Europa, maar over heel de wereld, dat je op tijd weet van. Hier is een alarmsignaal. Staan daar technieken voor? Uh, wel, er is een, een netwerk van laboratoria ja. natuurlijk die dat doet, maar ik denk dat dat nog kan geoptimaliseerd worden. Uh, dat de informatie en de transparantie van informatie vanuit alle landen dat dat nog beter kan. We hey, weten dat uh, bon, uh, vanuit China uh, hebben ze wel heel, heel snel gereageerd en de informatie doorgespeeld. Ja dan nee, circuleerde dat al misschien in september. Uh, 2019 en hebben we het pas vernomen in maart of in februari 2020. Dus dat zijn zaken waar je zegt: elke maand telt in mm -hmm. zo'n situatie. Uh, dat is één zaak. De landen zelf hè, capaciteit denk ik dat hebben we wel, maar zijn we klaar om telkens preventief te denken? Hè? Dat is denk ik heel belangrijk. Is Europa klaar voor dit soort van zaken aan te pakken? Ik denk dat daar nog een enorme stap kan gezet worden. Ja. Heel veel landen kijken naar Europa. Wat gaat Europa doen? Hè? Kijk naar het grensbeleid. Uh, kijk naar het beleid trouwens tijdens heel de, de epidemie uh, van 2020. Alle landen hebben een ander moment. Maatregelen getroffen. Ja. Zou het niet beter geweest zijn dat we dat veel meer Europees zouden doen? Zodanig dat we het virus op dit moment tegenhouden. Wat gebeurt er nu? En dat zien we trouwens. Niet-essentiële winkels gaan dicht in Nederland. Ja. De Nederlanders komen shoppen in ja. België. Niet-essentiële winkels gaan dicht in België. De Belgen gaan shoppen in Nederland. Op verschillende Kappen. momenten hè? Ja, ja. hebben we verschillende maatregelen. En dan krijg je dat dat virus met de mensen eigenlijk mee gaat beginnen reizen. En dat is eigenlijk een gigantische uitdaging ja. die zeker Europees zou moeten ja, aangepakt dus dat worden. Dat is volgens u een grote les die ze toch uh, kunnen leren nu. We, zijn, we leven anders hè, dan, een, dan een jaar geleden. We gaan veel hygiënischer om met alles. We wassen meer onze handen, we ontsmetten meer, we houden afstand. Gaat dat ook niet nadelig zijn op de lange termijn? Want zo trainen we ons immuunsysteem toch niet? Uh, ik denk dat wij met zoveel kiemen in contact Toch? komen, ondanks dat, dat we uh, nog altijd ons, uh, ons immuunsysteem zeker gaan trainen. Uh, ik denk, uh, of dat je nu thuis een huisdier hebt, of je hebt kamerplanten, of je hebt een tuin, of je hebt... We gaan over enkele jaren niet allemaal allergisch worden. We komen wij dus met heel ja. wat... Uh, stoffen in contact. Hè? Uh -huh. uh, dat zijn eigenlijk antigenen die constant ons immuunsysteem gaan stimuleren. Dus daar ben ik niet bang voor. Ik denk dat het juist goed is dat we terug de maatschappij wat meer leren hygiënisch zijn en handen wassen. Ja. Ik denk dat dat er een beetje uitgeraakt. Uh -uh. uh, kinderen gaan op die manier toch wel iets meer met hygiëne omgaan. Uh, dus dat is zeker een pluspunt. Persoonlijk denk ik kunnen we ook leren van landen die in de winter zeggen van kijk, mondmasker op het openbaar vervoer, waarom niet? Omdat je ook nu vaststelt dat wij bijna geen grip zien. Wij mm -hmm. zien bijna geen RSV-infecties. Er zijn heel wat ...luchtweginfecties die we veel minder zien momenteel. Je moet maar met pediaters praten, met een aantal ziekenhuisartsen... ...die zeggen, wij zien inderdaad veel minder infecties... Omdat we ...door de afstand, die... door het mondmasker, door de hygiëne... ...en zelfs in deze winterperiode. Dat is zeer opvallend. Ja. Dus we gaan wel een aantal lessen daar ook moeten uitdrukken. Ja, ja. Nu, uh, u bent heel optimistisch over die vaccinaties. U zei, of zegt wellicht nog... ...voor de zomer kunnen we een heel groot deel van de bevolking uh, vaccineren... Gaat dat nog altijd lukken, denkt u, voldoende om die, ja, om, dat, dat, om, om te kunnen versoepelen, om dat, dat virus hier weg te krijgen? Ik blijf zeer optimistisch, absoluut. Ja. Omdat ik enerzijds denk van dit zit in onze mogelijkheden. Ja. Als ik kijk hoe dat de lokale besturen en de eerste lijnzones in Vlaanderen gigantische inspanningen gedaan hebben op twee, drie weken tijd. En dat staat volledig los van het vaccinatieverhaal of van de vaccinbeschikbaarheid. We doen gewoon voort. En ja. we hebben altijd gezegd van kijk, eigenlijk mag het niet liggen aan de logistiek, aan het operationele of aan de mensen, de vrijwilligers. Ze stromen binnen. Ik heb nu vast gehoord in de, in de zone. Kontig, waar ik woon, zijn er meer dan duizend vrijwilligers die zich kandidaat gesteld hebben. De vaccinatiepost komt in de filmstudio's in Lint. Dat is een gigantisch gebouw. De mensen zijn bereid om te werken. Dus als we dat allemaal hebben, ja, dan hangen we inderdaad alleen af van die vaccins. Die gaan er zeker komen. Naarmate dat we meer spelers hebben, dus gaan we inderdaad ook in staat zijn om te zeggen van, kijk, nu openen we het aantal uren, het aantal verschillende vaccinatiestraten, gaan we het aantal uh, zelfs in de weekend kunnen vaccineren. Er zijn plannen om 's nachts te vaccineren. We gaan effectief dan heel veel vaccins ja, ja. kunnen zetten. Dan is het gewoon een kwestie van, ja, de mensen moeten dan ook bereid zijn om zich te laten vaccineren. Dat is de volgende stap. Goed informeren, een beetje wat we vanavond ook doen. Maar op alle fora, alle leeftijdsgroepen, ook bij de jongeren goed uitleggen waarom het belangrijk is dat zij zich laten vaccineren. Dus we gaan effectief nog heel veel energie daarin moeten steken. Maar dan kunnen wij tegen, pak weg, april, mei, juni, ook aan de jongeren het vaccin kunnen aanbieden, zodanig dat zij toch wel perspectief hebben voor de zomer. Gaan we dan alles kunnen loslaten? Ja, dat is wel, de vraag. We zitten nog niet aan onze en... 70% nee, bescherming op dat moment. Maar wat gaan we als eerste kunnen loslaten van maatregelen en wat als laatste, denkt u? Hoe gaat dat... Hoe ziet u dat evolueren? Er zijn een aantal stappen gezet. Ja. Hè? Dus je kan zeggen van kijk, horeca behoort bijvoorbeeld tot een van de mogelijkheden die we kunnen loslaten. Dat zal niet voor begin maart. Maar dat zal niet voor begin maart zijn, denk ik. Nee, uh, we zitten ook nog met die paasvakantie, hè, die we, ja. waar dat we door moeten. Dus ik denk dat we gaan moeten kijken naarmate dat de vaccinatiegraad stijgt, gaan we kijken naar onze indicatoren. Hè, de klassieke indicatoren van aantal infecties, aantal hospitalisaties, reproductiecijfer. Als die dan ook. Geleidelijk aan in de goede richting gaan, ja, dan kunnen we samen met de experten en met de politiek zeggen van dit zijn nu de volgende stappen waar dat we kunnen loslaten. Hè, contactberoepen zal daar ook tussen zitten. Mm -hmm. uh, maar dan naar de zomer toe is het vooral een kwestie: gaan we kunnen reizen, gaan we festivals kunnen organiseren. Zijn dat de laatste dingen die we gaan mogen, denkt u? waarom ja omdat je terug natuurlijk met heel wat andere netwerken in contact komt en dat is net hetgeen dat we altijd geprobeerd hebben dat is zorgen dat er geen samenscholing is en zorgen dat de mensen niet te veel met andere mensen in contact komen dus naarmate dat je zegt ja we laten het nu los en we gaan grote manifestaties organiseren of de mensen toelaten om zomaar te gaan reizen massaal ja dan weet je van dan moet je goed beschermd zijn als mm -hmm. samenleving anders lukt het niet maar u denkt in de zomer een festival zal wel Aangepast. Kunnen. Ik zou willen gaan voor Reizen. een aangepaste vorm. Zal uh, waarschijnlijk meer voor lokaal. Ja. Dat je zegt van niet onmiddellijk heel veel internationale gasten uh, die naar hier toe komen. Uh, geen Tomorrowland van 40.000 mm. mensen met misschien 20.000 buitenlanders. Dat gaat niet gaan. Maar wel zorgen dat je iets op poten kunt zetten dat je zegt van kijk voor de lokale jeugd, waarom niet? Dus aangepast zou het mooi zijn. En dan geef je de jongeren ook toch wel wat mogelijkheden en perspectief. Ja. Ik ga eens kijken welke vragen wij intussen tijdens dit gesprek nog hebben binnengekregen. Er zijn er toch een aantal. Ik zal eens kijken. Ja. Even lezen. Iemand vraagt hoe weet je dat je allergisch bent voor een bepaald vaccin? Wel, we kennen de samenstelling van het vaccin. Uh, alle artsen kennen die ook, dus je kan perfect zeggen van, kijk, ik ben allergisch aan bepaalde stoffen. Zitten die stoffen in het? Dat vaccin? moet je wel weten natuurlijk. Ja. Heel wat mensen weten dat. Uh, nu, ik vind de vraag heel goed, omdat wij morgen met de hoge gezondheidsraad eigenlijk de allergietabel aan het finaliseren zijn, om het veel meer als een bruikbaar instrument te maken voor de artsen. Maar misschien ook voor de mensen. En dan kan je gaan kijken: van ik ben allergisch aan die producten, zit dat erin, zit dat er niet in, mag ik mij aanbieden? We gaan werken ja, met een rode ja, ja. code, een oranje code en een groene code. Uh, en de oranje code is gewoon om te zeggen: van kijk, je moogt u laten vaccineren, maar in zo'n geval wordt je geen kwartier in de gaten gehouden, maar een half uur. Ja. Een soort van extra veiligheid. Uh -huh. En dit werkt perfect. Uh, in een aantal landen momenteel, en we zijn dat aan het aanpassen voor de Belgische situatie. Maar uh, op die manier kunnen we de mensen ook helpen. Mm -hmm. Wanneer mag ik met een vroegste laten vaccineren na het doormaken van de ziekte? Dat is ook een prima vraag, want inderdaad, als de ziekte niet levenslang beschermt of zelfs niet lang beschermt, bieden we inderdaad het vaccin mm -hmm. aan. Dus mensen gaan we laten uitzieken. En twee weken na het uitzieken mogen ze het vaccin krijgen. Okay. Amerikanen zeggen en zelfs liefst binnen de 90 dagen. Dus die nemen een venster van twee weken tot 90 dagen na het uitzieken. Mm -hmm. En dat heeft weer te maken omdat ze zeggen van, ja, na 90 dagen ben je terug vatbaar voor de infectie. Dus we willen niet dat je langer wacht met je vaccinatie. Ja, oké, okay, duidelijk antwoord. Als je besmet bent met corona en ziek bent, kan je dan nog zieker worden als je contact hebt met andere besmette personen? Ga je nog meer besmet raken? Eigenlijk niet onmiddellijk, omdat op het moment dat je de ziekte doormaakt, ga je zelf ook antistoffen vormen. Ga je dan Als je dan, dan meer nog virus extra binnenkrijgt, virus binnen, sta nee. je al ja. zodanig klaar en alert en paraat dat dat u niet veel zieker zal maken. Mm -hmm. En iemand vraagt zich af, zijn er jongeren uh, die ook uh, deelgenomen hebben aan de studies naar de effecten van deze vaccins? Absoluut. En dus bijvoorbeeld Pfizer is begonnen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Mm -hmm. Moderna vanaf de leeftijd van 18 jaar. En dat betekent dat vanaf die leeftijd die vaccins kunnen gebruikt worden. Uh, maar de bedrijven kunnen pas onderzoek doen bij nog jongere mensen. Als zij onderzoek gedaan hebben bij volwassenen. Dus ze dienen hun, okay. ze dienen hun onderzoek in. En nu hebben zij de toelating om onderzoek te doen bij onder andere 12 tot 15-jarigen. En dan 6 tot 12-jarigen. Dus men gaat telkens naar jongere leeftijdsgroepen als het dossier goedgekeurd is bij de net daarbovenliggende uh, leeftijdsgroep. Dus uh, men gaat chronologisch te werk. Dat is ook ethisch de enige manier om dus onderzoek te doen bij jongeren. Ja. Een vraag ook naar heel praktisch iets. Uh, wat is de rol van de apotheker? Kan mijn huisarts mij een prikje geven? Wel, We gaan evolueren waarschijnlijk naar een situatie waar men als men kan werken met vaccins die niet noodzakelijk op min 80 of op min 20 moeten bewaard worden, want dat is natuurlijk een, hele, een heel verschil rond operationalisering van uw, van uw vaccinatie. Als we kunnen zeggen van, kijk, we hebben nu vaccins die individueel verpakt zijn en die kunnen tussen 2 en 8 graden bewaard worden, dan zie ik dat wel later in de he het hele programma, misschien, ik zou zeggen, in de maanden mei, juni, dat de mogelijkheid bestaat dat de huisarts ook zal kunnen vaccineren. Uh, dat is een beetje vooruit. Dat zal afhankelijk zijn van wat er tegen dan nog moet gevaccineerd worden of hoe, hoeveel mensen nog moeten gevaccineerd worden. De keuze voor die vaccinatiedorpen is eigenlijk vooral om grote aantallen snel te kunnen vaccineren. Maar vanaf het moment dat je zegt van ja, we kunnen dat op individuele basis, zeker voor een aantal patiënten is dat een voordeel. Ja, waarom niet? Hè? Dus we zijn aan het kijken naar verschillende alternatieven om. ...effectief aan iedereen een aanbod te kunnen doen. Ook de mensen die wat minder mobiel zijn, mensen die zeggen van... ...kijk, uh, ik wil mij niet verplaatsen of ik kan mij niet verplaatsen naar een vaccinatiedorp. Er gaan ook mobiele equipes komen, dus ja. de lokale bestuur gaan zorgen... ...dat men ook aan huis zal ja, kunnen voor de mensen, vaccineren jezelf, ja. op vraag van de huisarts. Dus ja. de huisarts gaat lijsten doorgeven van... ...dat zijn patiënten die bijvoorbeeld behoren tot een risicogroep... Die kunnen zich niet verplaatsen, die moeten kunnen aan huis gevaccineerd ja, ja. worden. Dus we gaan niemand vergeten, heb ik begrepen. Maar men moet ook beseffen: aan huis vaccineren betekent ja. dat er iemand bij u blijft gedurende minstens een kwartier mm -hmm. om te zien dat alles in orde is. Dus dat is ook veel meer tijds, ja. uh, een, een tijdsinvestering voor de hele organisatie. Mm -hmm. Dat was al heel veel informatie die we van u gekregen hebben het voorbije uur. En hey, we gaan eens kijken, want jullie uh, mogen thuis allemaal nog eens naar de computermuis grijpen. Want we gaan onze vraag nog eens herhalen, hè. We zien uh, of er hier iets uh, verschoven is in jullie uh, mening hierover. Um, de vraag is nog altijd: of opnieuw, bent u van plan zich te laten vaccineren? En u mag uh, antwoorden met uh, ja, uh, nee of ik twijfel nog. En ik verneem ook net dat het resultaat van de eerste pol. ...toch nog uh, hoger ligt. Het is geen 70%, maar 89%. Dus we gaan vergelijken met 89%. Dus uh, ik ben eens benieuwd wat dat gaat geven. Professor Van Dammen heeft in elk geval ja, ook... zijn best gedaan. <laughs> we starten al heel hoog dat, hè? Ja. ja, we starten heel hoog. Kan het nog beter? 89% daar, uh, daar, daar, daar tekenen we, we, daar voor. we voor. Daar gaan we voor, Ja. 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 Het is eigenlijk hetzelfde geschreven. Het is 88 procent, 1 procentje minder. Uh, 1 procentpunt minder, moet ik zeggen. Maar um, dat is uh, een vergelijkbaar resultaat. Absoluut, dus ja. uh, Daar kunnen we zeker tevreden mee zijn. Of daar bent u wel tevreden mee, denk, zeker. met 88 procent. Uh, uh, ja. Um, ja, ik bedank u voor dit gesprek. Even, ik wil nog even zeggen dat u uh, de vergoeding. Aan VZW, dokters voor dokters, schenkt. Kunt u eens even uitleggen wat is dat voor een VZW is? Dat is een VZW die een aantal jaar geleden uh, ontstaan is. Een beetje vanuit de vaststelling dat er redelijk wat burn-out was bij de artsen, huisartsen en specialisten door elkaar, ook zelfs artsen in opleiding. Uh, omdat de druk toch heel groot is op hun schouders, zelfs zonder COVID-19. Ja. Dus je moet niet afvragen wat het nu is. En het is een groep artsen die zich op vrijwillige basis uh, inzet voor het opvangen van die artsen. Dus ze hebben een wachtsysteem. Ze hebben dan een intakegesprek met die artsen die uh, ja, hulp zoeken, uh, soms wat uh, dringend moeten geholpen worden. En dan zorgen zij ervoor dat die artsen kunnen geholpen worden via een aantal medische diensten. En, uh, maar dat draait volledig op vrijwillige basis ja. en uh, ik vind dat een heel mooi initiatief. Het ja. is heel noodzakelijk. En ze hebben een VZW opgericht en met de financiering kunnen ze wat bijscholing volgen, kunnen ze zichzelf ook wat gaan bijvormen om net nog beter hun collega's op te vangen. Ja, en het is een initiatief waar we uiteindelijk ook allemaal ons voordeel mee doen, denk Absoluut, ik. Absoluut, ja. ja. Dank u wel hiervoor en uh, ik geef ook nog mee dat uh, de Groof Peterkamp ook uh, het initiatief steunt. Zo, rest mij alleen nog jullie te bedanken. En, um, en daarna volgt er nog een slotwoordje van Dominique Broeke, de dus directeur van het kantoor in Wemmel. Heel mooi avond nog. Ik hoop dat professor Pierre van Dam, die, van harte bedankt, die ik van harte bedank voor zijn toelichting, u een beter inzicht heeft gegeven in het vaccinatiegebeuren en alles wat daarmee samenhangt. En de komende dagen ontvangt u een link waarmee u dit webinar kunt herbekijken. Van zijn uiteenzetting onthoud ik vooral dat we nou even moeten volhouden, maar dat we optimistisch kunnen zijn over de toekomst. Zodra iedereen is gevaccineerd, zijn we een stap dichter bij een leven zonder social distancing. Een mooi vooruitzicht. Als deze coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat een goede gezondheidszorg van levensbelang is. Elke dag draaien duizenden artsen overuren om elke patiënt met de medische zorgen te omringen. De omstandigheden zijn echter zo uitdagend geworden dat sommigen onder hen de druk niet meer aankunnen en zelfs hulp nodig hebben. De WZW Dokters Doctors voor Doctors, een vereniging die professor Van Damme heel nauw aan het hart ligt, bekommert ze om dergelijke artsen nood. Dokters die ze uitblust voelen, kunnen terecht bij de medewerkers en vrijwilligers van Doctors voor Doctors. Voor advies, steun en een luisterend gehoor. Meer dan ooit is dat ontzettend belangrijk, want gezonde, goed functionerende artsen zijn essentieel voor een efficiënt werkende gezondheidszorg. Als u dat wenst, kunt u dit initiatief trouwens mee ondersteunen. Voor meer informatie daarover kunt u terecht op hun website. Tot slot herhalen we nou even dat u altijd op ons kunt rekenen. Ook van op afstand staat het team van Private Banking klaar om u per telefoon, videoconferentie of e-mail verder te helpen. Harzelt dus niet om met ons contact op te nemen. Bedankt dat u hebt deelgenomen aan dit webinar en zorg goed voor elkaar.